Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar de nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer hebben we het over de reeks van de 1/4 battles kwartfinales. We zijn steeds dichter bij de uiteindelijke finales en de uiteindelijke winnaar van dit seizoen. Ik heb zoals altijd mijn juryleden bij me. Hier aan de linkerkant zie je LD, onze gastjurylid. Adi Montenegro. Aan de rechterkant hebben we natuurlijk Excellent, onze hoofdjurylid. En Kimo. En de battle waar we het vandaag over gaan hebben, dat is Don Tata tegen Prilek. En ik begin dit keer bij Andy. Wat vond jij van Don Tata tegen Prilek? Eén woord voor deze hele battle en dat was bars. Let's go. Bars. En dan moet je het vies uitspreken alsof je een citroen heet. Bars. Nee, maar dit was belachelijk. Dit was heerlijk. Ja, ja. Hier komen wij voor, denk ik. Weet je. En vind je dat de bars dan ook echt van beide kanten even... Van beide kanten kwam... Dit was een battle, heat. Van beide kanten kwam hier. Ja, ik zat zelf te kijken van, hé. Hey. Ja, man. Ik vond de delivery, vooral bij Don Tata, vond ik die delivery zo fucking heerlijk. Toch, het is zo duidelijk, het is zo on point. Het is, wat ik wel vond van Don Tata, was dat de tweede ronde een stuk minder was. En het was jammer van die choke. Er was een kleine choke binnen en dat vond ik minder. Zonde. En dat was zonde. Ja. Waarom? Want ze waren beide zo on fire, ouwe. Mm. Ik weet niet wat ik hier verder over kan zeggen dan bars. Mm. Oh, bars. Zeg het lelijk met z'n allen. Bars. Nee. Op een dag komt er een meme. Bars. Oké. Kimo, ben je ook even hyped up van de bars van deze battle? Ik begrijp de hype van mijn collega jurylid, maar wederom is mijn je bent hype, wat gemaakt. Gemaakt. Jouw bars zeg je zonder vieze gezicht. Zo. Ik heb bars gehoord. Bars. Nee, ik heb zeker bars gehoord van beide kanten, maar bars. Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar Don Tata was hype, hij stapte er lekker in. Hij had een goede line over, zei hij, je zit hier een lul en een bitch, POV. Kinderen onder de 18, zoek POV op en leer over de natuur der mens. Daarnaast had ook iets van geen chroom, maar metalen vuisten waardoor je het loodje legt. Die kwam er ook wel lekker uit. En uit de zin van het enige wat hij heeft gewonnen is de race in zijn vaders zak. Want hij vroeg zich al af van hoe kan jij nou van al die cellen het snelste zaadcellen zijn. Wederom iets wat je in de natuur der mens kunt leren. Natuurbaar! Uiteindelijk schreef ik een stombeltje op. En daarna moest ik er tussen haakjes nog een S aan toevoegen met nog een haakje. Van die, weet je wel? Dus meervoud. Meervoud. Stambeltjes. Stambeltjes was het geworden uiteindelijk. Dat vind ik jammer. Maar hij begon lekker hype. Prilek, hij zei van haar over je heen, net als je innerlijke Naji. Onze Naji, ook oud POB'er, heeft iets aan zijn haar laten doen. En daar had hij dan over. Hij had ook Santos erbij. Hij had het over een 250 euro situatie. En dat je niet inzet moet leggen, maar inzet moet tonen. Dat was echt zo'n tegeltje, man. Ja. En ik had nog twee andere bars van Prilek opgeschreven. Hij zei Bijlbegraaf. Strijdbel. X. Marking the spot of zoiets. Ja, we hebben de X van een bijl. Ja, X, weet je wel. Niet deze X, maar ook niet de X van alle X'en van Adi Montenegro, maar ex in de bijl. En hij had nog eentje die Nigel zei die van kut is groter dan in fiction zijn emo cat. Kut is ook iets uit de natuur der mens, maar het kan ook een snee zijn in het Engels. Thanksgiving. Dus daar leer je ook weer eens wat. En hij had hij nog een laatste bar over iets van Jeeves en zijn hoektand. Dat hij het over Jeeves, die is blijkbaar gevallen en hoektand gemist. Ik heb later ook gekeken, het was niet een hele tand, maar een stukje. Dat klopt wel. Ja, ik zei dat het karma was, omdat hij zijn tand uit zijn mond was slaan. Ik twijfel of het echt was, omdat niemand zei true story. Mm. Nee, ik had Jeeves al gezien en dacht ik heb niks gezien. En toen later zat ik even zo aan te kijken. Zo. Dat was nog voordat hij al die tequila had gedronken, want hij is over, inside info. Als je het ziet, is hij al jarig geweest, maar hij is zo meteen jarig. Maar nu is hij nog langer dan een jaar. Ja, dus goed. 2 weken geleden. Hij was in ieder geval een stukje hoektand kwijt. En dat is eigenlijk alles wat ik heb opgeschreven over deze battle. Het was een dope battle. Ik ben er gematigd hype over. Iets minder hype dan Adi. Maar ik ben zeer benieuwd hoe hype mijn andere collega's hierover zijn. Als jij denkt van Adi's hype is een 10 en Kimo's hype is een 5, waar zit jij in die hype-categorie? 7 nog wat.
Ja, dus je bent wel meer gehyped dan Kimo. Ja, wel man, dit was gewoon een battle met bars. Dit had classic kunnen zijn als hij clean was. Ja. Want ik dacht eerst, hey, Don Tata gaat hem de smoke geven. Maar Prilek kwam terug, man. Je dacht dat zeg maar, hij van kwam tevoren terug. In die Prilek zat in de touwen. Ja, ik dacht gewoon in het algemeen gewoon. Want de vorige dag dan. Want Don Tata kwam blazing door die tryouts. Blazing. Ja. Ja. Dus ik denk van hij gaat hem de smoke geven. Ik denk eerst ronde Prilek zit in de touwen. Maar hij kwam verrassend hard terugvechten, man. En doordat Don Tata een beetje slipte op het einde, is het voor mij alsnog gelijk geëindigd soort van. Terwijl ik dacht echt dat Prilek gesmoked zou worden. Maar no man, Prilek stond zijn mannetje heavy, man. En dit was gewoon een battle van de bars. Dit was geen style clash. Dit was gewoon iemand met bars tegen iemand met bars. En dat kunnen ook hele mooie battles worden. En dan is de vraag eigenlijk wie heeft de beste bars. Dus dat is dan de vraag uiteindelijk. Ja. Abby zegt eigenlijk dus bars met een vieze face. En Kimo zegt bars zonder vieze face. Doe nog maar één keer met z'n allen doen. Bars. Heb jij zeg maar wel of geen vieze face bij de bars uit deze battle? Ik heb een normale face, maar ik zet wel een uitroepteken achter het woord bars. Bars met een half schele oog, zeg maar. Voor ik heb een uitroepteken achter het woord bars. Okay. Ja. Zijn er ook bars die jou echt nog zijn bijgebleven? Dat je denkt van zo, toen ik dit hoorde. Lastig man, ik heb zoveel bets gezien vandaag, geen notities kunnen maken, maar ik weet wel mijn impression die blijft gewoon bij en dat ik bij allebei dacht van oké boys, you got a bell, we've got a bell. Ik hou ervan als you got a fucking bell. Als X zegt we got a bell, weet je wat ik fucking bell dat zegt? Wanneer ik vuur links rechts zie, zeg ik altijd we've got a bell, we've got a bell. Ja, jij hebt wel de tijd gehad om rustig te schrijven. Heb jij wel al wat bars die jou echt zijn bijgebleven in deze battle? Prilek sowieso. Prilek toch? Ik zeg het goed, toch? Prilek, ja. Een van mijn favorieten nu, ik ken hem nog niet goed, maar compositie. Composities als Bibi Suryani, dat vond ik de battle. Ik heb in composities en in composities. Dat is een heel ding en uiteindelijk met Bibi Suryani, maar iedereen ging. Dat was heel dope. Yeah. Zijn delivery was goed. Inzet leggen en tonen is iets wat simpel lijkt, maar je moet er echt op komen. Het is heel dom. Ja. Maar Prilek heeft bijna geen schoonheidsfoutjes gehad. Of foutjes. Het was zo solide. Lekker clean. Don Tata, heel dope. Had een bar met Zwarte Pieten. Ook iets met de Tata VOC. Ja. Dat ging met Zwarte Pieten dat ik binnenbreek in Oslo. Maar wij nemen cadeautjes mee. Of nee, hij zei van ik breng meer gemaskerde zwarte mensen in je huis dan bij 5 december. En wij komen met een lege zak. En nu is de Tata aan de macht op VOC, zou ik zeggen. Maar vanwege die kleine choke of Stambols meervoud was Prilek toch denk ik naar jouw mening naar mijn mening vanwege die solide, weet je, het bleef wel solide en hij rapte en hij ging door en het was hij weinig Stambols, waar hij struikelde niet, het was heel clean. Wat ik me wel eigenlijk altijd afvraag, want ik hoor jullie heel vaak het hebben over chokes, over Stambols en op wat voor moment wordt zeg maar misschien een schoonheidsfoutje wordt. Op wat moment wordt dat een stambol waar je punten voor aftrekt? En op wat voor moment wordt dat een choke? In mijn opinie is het hoe snel je herpakt. Okay. Ja. Hoe snel herpak je jezelf. Okay. Als je helemaal van je shit afbrengt en een seconde stilte valt, ja. Maar als je gelijk bam, gelijk door, dan is er niks aan de hand voor mij, man. Okay. Kan gebeuren. Ik bedoel, je bent de hele tijd shit aan het uitprinten uit je mof, man. Die heb je gememorized. Kan een keertje struikelen over je woorden, over je tong. Kan gebeuren. Ja. Pak het gelijk op en ga door. Maar als je echt 3-4 seconden stil blijft. Als je het echt even kwijt bent, dan is het een ander verhaal. Het is heel simpel. Hoe erg valt het op? Dat is, ik denk dat het is. Want ik, volgens mij zie ik in battles ook vaak dat iemand, zeg maar, stambelt of zijn tekst vergeet. Maar dat hij dan even snel gaat drinken of dat hij zeg maar iets anders doet, waardoor het niet lijkt alsof hij aan de choke is, maar alsof hij gewoon even zijn rust pakt. Een choke goed oplossen is ook weer een kunst. Ja, dat is ook weer zo. Vraag aan Jeeves. Vraag aan Jeeves. Jeeves heeft dat vandaag gedaan. Jeeves is immuun tegen chokes, man. Okay. Hij heeft die weer bewezen vandaag. Dus al met al zijn jullie wel tevreden over Don Tata tegen Prilek? Ja, zeker. Hey, weer boys uit de tryouts, hè? Ja, Prilek zat er al eigenlijk in, maar weet je, ook een frisse uit de next gen. Ja. Ze hebben geperformed, man. Ze hebben gedeliverd, man. Denken jullie dat het niveau, zeg maar, van... Vriend, volgend seizoen wordt guns blazing. Volgend seizoen wordt guns blazing. Alle matigheid wordt eruit gefilterd, als het aan mij ligt. Okay. Alles wat onderin en in het midden zit, gewoon loszoe. We blijven gewoon alleen maar met de bovenste rij.
Met midden en boven blijven over. Klaar. Alles wat onderin zit gaat loesoe. Deze blijven erin, man, tuurlijk. Blijven er sowieso in. Wat is dat voor? Volgend seizoen moet Ponchout Guns Blazing zijn. Dat is wel aan de hand. Deze kan je ook echt. Je kan nu ook al, we hadden het net over links en Jens trokken. Je weet al, wel pre-lag tegen links. Zou al heel dope zijn. Ja. Want je ziet nu al met nieuwe matches. Het is al een match die ik al vastleggen bijna, man. Je weet nu al. Ik wil die al bijna vastleggen, bro. Ik zou zeggen, jongens, put your cijfer where your mouth is. We beginnen gelijk met LD. Jouw cijfers voor Don Tata tegen pre-lag. Don Tata een 7, een pre-lag een 8. Vanwege die. Vanwege zijn cleanheid en. De delivery en met alles heel goed over. Okay. Adi, jouw cijfers voor deze. Ik zit al een stuk hoger. Maar ja, ik ben minder genuanceerd. Ik vond het echt een hele vette, vooral omdat ze nieuw zijn. Ik heb Don Tata en ik heb 8,5 gegeven. En dat is 0,5 punten minder dan pre-lag. Dat kwam gewoon door die stumbles, door die tweede ronde ook een beetje. Die tweede ronde was iets minder en die choke. En ja, daardoor is het gewoon, geef ik pre-lag een 9. En Don Tata net een 8,5, weet je. Wat, ze waren gelijkwaardig. Alleen pre-lag, wat LD zegt. Hij was iets zo clean. Hij is clean. Ja, dat is belangrijk. Goed verstaanbaar. Tja. Okay. Kimo, jouw cijfers voor deze battle? Ja, dan ben ik toch weer een stuk gematigd. Helemaal hype, man. Ik vond Don Tata een 6,5 waard. Hij was dope, hij was hype. Maar hij was er niet mee eens. Hij had ook weer wat stumbles. Weet je, op het einde als hij geen stumbles had gedaan en dat had het gevuld. Voor zijn derde ronde heb ik bijvoorbeeld verder niks anders opgeschreven. 10 kambeltjes, zie ik hier staan. Ja, dan zijn laatste ronde. Ja, maar dat is belangrijk. Voor mij is dat belangrijk. Hoe je je battle begint en battle eindigt. Als je dan ergens zwakjes wil komen, doe dat niet meer. Je gaat het liefst gewoon 3 rondes, weet je wel, gewoon ja, hoe je ook met je vrouw naar bed gaat, maar 3 rondes knallen. Dat zijn natuurlijk, shout-out naar mijn vrouw, ik ben onlangs getrouwd, weet je, we zijn al 12 jaar samen, I love you. Maar, dus dat is, ja, dit is een 6,5 waard. Ik vond Prilek ook duidelijk iets doper, hij had die bars en hij was iets consistenter. En daarom krijgt hij van mij een mooie half punt erbij en dat is een 7, dat is een zwaar en ruim voldoende. Dus dat, ja, ik vond het een doper battle. Heerlijk. Excellent, jouw cijfers verdampen. Ja, ik had deze battle dead even eigenlijk, man. Ik had echt dead even. Het is gewoon door die. Bij een battle die nek aan nek is, kan je gewoon niet permitteren om te stumbelen of te wat dan ook. Want dat gaat dan je battle kosten. Snap je? En ja, de eerste die de bal dropt dan als allebei. Snap je wat ik bedoel? En Prelec, dit was Prelec's best performance gewoon sowieso in het seizoen. Ja. Ja, dit was sowieso Prelec's allerbeste performance wat ik nu heb gezien. Ik geef je nog 8,5, man. Je hebt Prilek 8,5 en ja, Don Tata door die kleine slip-op, maar hij was nog steeds fire, 8,4. 1/10 minder. 1/10 minder, want kijk, mensen zeggen heel vaak bij de comments, ik geef de hoge cijfers, maar ik kijk naar de technische fucking aspect van je koude pending, bro. Er zijn boys in Punch-Out of waar de fuck dan ook, die dit met geen mogelijkheid uit hun brain kunnen squeezen, wat sommige van deze boys doen. Je kan ze 50 workshops geven, nog krijgen ze deze complexiteit en niet uit. Hoe die dingen van Don Tata in elkaar gezet zijn qua rijmconstructie, dubbele betekenis van sommige dingen, weet je, bro, sommige mensen... Je moet respect hebben voor dat soort dingen, want niet iedereen krijgt het eruit uit een koude brain. Ja. En dat, ik geef extra veel respect voor die shit, omdat ik dat waardeer als MC zijnde ook. Precies. Met een pen, snap je wat ik bedoel? Dus ja, dit is what the fuck it is. Ik geef Prilek 8,5 en Don Tata 8,4, man. Shout out aan deze twee boys, man. Ja. Oké, okay. Ik ga even deze cijfers voor jullie berekenen en dan ben ik zo terug met de gemiddelde cijfers. Diep heeft even met zijn telefoon rekenmachine voor mij de cijfers uitgerekend. En uiteindelijk is Don Tata uitgekomen op een 7,6 en Prelec met een hele mooie 8,1 geëindigd. Nou is het zo dat niet alleen deze juryleden beslissen wie uiteindelijk wint. Ook jij mag stemmen op punchoutbattles.nl. Daar kan je ook uiteindelijk zien wie de winnaar is geworden van deze battle. Ik bedank mijn juryleden, Excellent, Kimo. Aan deze kant El Deep en Adi Montenegro. Mijn naam is Demo en ik zie jullie bij de volgende aflevering van de Punch-Out Battles Judgments. Ja, ja. La 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 la.